De vorige vlog hebben we het gehad over een merkrelatie en hoe een merkrelatie werkt en tot stand komt. En in deze vlog willen we het gaan hebben over een merk en wat is een merk nu eigenlijk? Ja, bij merken denk je eigenlijk vooral aan grote merken, hè? Bewezen merken die je vaak tegenkomt. Waar je eigenlijk alleen maar het logo hoeft te zien en al te weten wat ze doen en hoe ze te werk gaan en welk gevoel je erbij hebt. Maar eigenlijk zijn alle organisaties, hoe klein dan ook, een eigen merk. Ja, en het begint eigenlijk al vanaf dag 1 dat je gaat registreren bij de Kamer van Koophandel. Je gaat een naam bedenken. Je gaat nadenken over de producten of diensten die je gaat leveren. Daar begint eigenlijk de oorsprong van een merk al. Hoe het merk wordt ingevuld en het wordt gezien, dat is gebaseerd op 2 dingen. Ten eerste heb je communicatie, dus welke communicatiemiddelen ga je inzetten, welke kanalen ga je gebruiken, wat ga je communiceren, hoe ga je het communiceren, wanneer ga je het communiceren. Dat is bepalend voor hoe je merk wordt ervaren, maar dat is niet alles. Nee, want gedrag is natuurlijk ook erg belangrijk. Hè? Hoe ga je met klanten om, hoe neem je de telefoon op, als er klachten zijn, hoe reageer je erop. Maar ook hoe je onlangs in de media bent gekomen. Hè? Als er iets is gebeurd zoals een topsalarisschandaal, ja, dan gaan mensen heel anders naar je kijken. Dus in die zin, en dat klinkt misschien gek, ben je geen baas over je eigen merk. Nou, als je medewerker een goede dag heeft, dan krijg je een ander idee van de organisatie dan als je medewerker een slechte dag heeft. Het is belangrijk dat gedrag en communicatie op elkaar aansluiten. Dat lijkt logisch, maar dat is in de praktijk niet altijd even logisch. Als je bijvoorbeeld in de communicatie oproept dat je klantvriendelijk bent en daarop wilt sturen, maar intern ervaren de mensen juist werkdruk en targets die gehaald moeten worden, dan voelt de klant die klantvriendelijkheid niet. Dus dat is heel belangrijk dat je je daarvan bewust bent dat het gedrag bepalend is voor hoe dat je ervaren wordt in de markt door je klanten. Als je dat goed doet, gedrag en communicatie op elkaar aansluiten, dan heb je eigenlijk invloed op de perceptie van je organisatie. Dus op de perceptie van je merk. Want je merk bestaat eigenlijk alleen in de hoofden van je doelgroep. Dat is eigenlijk een associatienetwerk. Want mensen omschrijven je organisatie op basis van de associaties die ze hebben. Dus heel kort gezegd is een merk het netwerk van associaties die de mensen in hun hoofd hebben. De associaties die kunnen per individu dus verschillen. Je kan hetzelfde merk hebben en een individu kan hetzelfde gedrag ervaren, maar de een ervaart bijvoorbeeld de Albert Heijn als exclusief, duur, degelijk. En de ander die ervaart het als een arrogant merk, groot, wat misschien helemaal niet bij hem of haar past. Je communicatie is dus eigenlijk gericht om invloed uit te oefenen op dit associatienetwerk, maar dan op een positieve manier. En dat noemen we branding. Ja, dus sfeer en emotie en associaties toevoegen aan je merk. Dat is erg belangrijk. En het is heel erg van belang dat je continu bouwt aan de juiste associaties in het hoofd van je doelgroep. En dat je dat continu communiceert. En dat kan op gespannen voet soms staan met sales. Zeker als je resultaten wil zien op een korte termijn. Zo kun je enorm veel stoppen in je mediabudget, bijvoorbeeld in een AdWords campagne. En dan kan het nog steeds zijn dat de markt je merk amper kent en zeker niet weet welke associaties gekoppeld zijn aan je merk. Dus in zoverre als een merk maakbaar is, is branding absoluut de belangrijkste en beste tool hiervoor. Nou, hiermee hebben we eigenlijk het belang van branding laten zien en dat het alleen kan werken als je gedrag en communicatie echt goed op elkaar aansluiten. Nou, heb je nog een vraag of opmerking over dit onderwerp? Stel hem hieronder in de comments, dan zullen we deze beantwoorden. Ja, en tot de volgende vlog.